Oké dan, nou, ik heb weer wat binnengekregen. Dit keer de Aquara Magic Cube van Xiaomi. Nou, we zullen eens even kijken hoeveel magic erin zit in deze cube. Het is een soort afstandsbediening, welke op beweging reageert. Nou, ik zal hem even uit de verpakking halen. Dan kan je hem even zien. Nou, wat ik zeg, een vierkantje. Hij werkt via de Zigbee-protocol en je kunt door middel van bewegingen kun je bijvoorbeeld een scene of een flow opstarten. En dat kan door middel van eraan te draaien. Je kan hem 90 graden flippen en nog een keertje. Je kan hem schudden. Volgens mij is er ook nog iets dat je hem kan laten vallen waarop je reageert. En je kan erop tappen. Er zijn nog een paar opties, maar per controller is het ook wel een beetje verschillend. Op onze website kan je daar wat meer over vinden. Hij is 44 mm bij 44 bij 44. Het is tenslotte vierkant. En hij voelt ook een beetje wat zwaarder. Waardoor je als je hem ook even neerzet, dat hij niet meteen omvalt. Wat op zich wel prettig is. Voor mij had hij nog wel wat kleiner gemogen. Hij is wel vrij groot. Wat wordt er nog meer bij geleverd? Er wordt een handleiding bij geleverd. In het Chinees. Heel mooi. Daar heb je niet zoveel aan, tenzij je Chinees kan. En er wordt een klein pinnetje wordt erbij geleverd om het klepje aan de achterkant open te maken. Dat zal ik ook even gaan doen. Daarmee kom je namelijk bij de batterij. En hier bovenin het toevoegen knopje. En er zit ook nog een klein ledje op, zodat als je hem gaat toevoegen, dan kan je even daar de status vinden. En er zit een CR2450 batterij in. Die worden wel meer gebruikt in dit soort producten. Er staat hier een klein pijltje aan de bovenkant. Dat is misschien wat lastig te zien op de camera. En die staat ook op de klep. En als je hem dus weer dicht door wilt doen, dan moet je die twee op elkaar leggen. En dan heb je hem weer op de goede manier dicht gedaan. Nou, ik heb hem wat toegevoegd op wat verschillende controllers, maar ik zal hem eventjes op de Homey laten zien. Dus ik ga hem daar even toevoegen. Nou, ik heb hem toegevoegd aan de Homey. Dat kun je doen door het klepje aan de achterkant los te halen van de cube. En daar de knop 5 seconden ingedrukt te houden en natuurlijk de Homey in de leerstand te zetten. Hij werd netjes toegevoegd. Zorg wel dat je dicht bij de controle bent, want ik heb gemerkt dat als je wat langer afstand hebt, dan lukt het niet. Nou, wat ik zeg, ik heb hem hier toegevoegd. En ik zie hem hier dan ook verschijnen. En als ik dan even bijvoorbeeld ga draaien, dan zie ik hier ook meteen dat de actie op rotate staat. En hoeveel graden ik hem dan ook gedraaid heb en welke kant je hem ook opgedraaid hebt. Nou, daar kan je natuurlijk heel veel dingen mee doen. Je kan ook nog even kijken welke kant omhoog staat. En je ziet dan hier ook meteen dat ik hem 90 graden heb gedraaid. En dan kan je nog een shake doen. Hup, die zie je dan ook meteen weer daar verschijnen. Dus dat werkt eigenlijk feilloos. En ook snel. De batterijstatus zie ik nog eventjes. En bij de logging zie ik alleen de batterijstatus. Jammer dat je daar niet wat meer ziet. Nou, als ik dan naar de instellingen ga. Dan kan ik nog even de rotation angle kan ik nog veranderen en ik zie wanneer ik een notificatie krijg als de batterij leeg is. Voor de rest niet zo veel bijzonders. Dan ga ik nog even naar mijn flows. Als ik dan even kijken bij de trigger,
ga dan naar de Cube. Nou, dan heb ik natuurlijk de standaard dingen zoals de batterijalarmen en het level. Ik heb de motion, heb ik, de shake, de flip 90 graden en de flip 180 graden. De slide, dus de beweging. Een dubbel tap erop en de rotatie die ik net ook heb laten zien. Dus dat zijn behoorlijk wat triggers. En als je hem dan ook nog aanklikt, bijvoorbeeld laten we even de flip doen. Dan krijg je daar soms ook nog verschillende opties. Zodat je bijvoorbeeld van welke kant naar welke kant die opdraait. Of hem geflipt hebt. Dus dat is een hele rij. Eindeloze veel mogelijkheden. Misschien wel een beetje te veel. En dan bij de N, dat zal ook niet heel verrassend zijn. Daar staat de batterijalarm aan of uit. Nou, zo kan je je voorstellen dat je op die manier een flow kunt maken. Dat hij bijvoorbeeld als je draait, je versterker bijvoorbeeld naar een bepaald niveau doet. Als je hem flipt, dat alle lampen aangaan in de woonkamer. Heel uitgebreid allemaal. Het laatste wat ik nog wil zeggen is de prijs. Hij is te koop voor rond de 12-15 euro. Je gaat een beetje waar je hem koopt. Dus dat maakt hem op zich wel een gunstige prijs ten opzichte van een andere afstandsbediening. Op onze website kun je natuurlijk weer een uitgebreide review vinden. Hopelijk vonden jullie het leuk. Tot de volgende keer!